Waarom zijn schimmels zo slecht nog niet? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dat is eigenlijk toch nogal een suggestieve vraag eigenlijk, hè? Waarom zijn schimmels zo slecht nog niet? Als je aan schimmels denkt, dan denken de meeste mensen aan voedselbederf, ongezonde vochtige ruimtes, beschimmelde muren. Misschien denk je ook aan parasieten, parasieten van planten, dieren. Als je pech hebt, kun je zelf ook een infectie met schimmels hebben. Voetschimmels, hardnekkige infecties in feite. Vandaar dus die negatieve reputatie die schimmels hebben. Maar in de komende kwartier ga ik je toch proberen te overtuigen dat schimmels eigenlijk fascinerende organismen zijn. Dat ze een zeer essentiële rol spelen in ecosystemen op het land. En dat ze eigenlijk onmisbaar zijn voor het leven op onze aarde. Kijken we naar de levensboom van het leven op aarde, dan zien we dat we daar bij de hogere organismen, dus de macroscopische organismen, dat we daar drie rijken hebben. De meeste mensen zullen wel de twee rijken kennen, het plantenrijk en het dierenrijk. Maar effectief, er is ook nog een derde rijk. En dat is het schimmelrijk, of het rijk van de fungi, zoals we dat in de wetenschap noemen. Die drie rijken zijn ontstaan uit eenvoudigere organismen, de protisten genoemd. Dat zijn de eencellige eukaryoten, cellen met een celkern. Wat zijn zo'n beetje de verschillen tussen die drie belangrijke rijken? Wel, plantenrijk. Planten die zijn groen, die doen aan fotosynthese, die zijn autonoom. Die hebben eigenlijk geen andere organismen op het eerste zicht dan toch nodig om te overleven. De twee andere groepen, de dieren en de schimmels, de fungi, die zijn wel afhankelijk van andere organismen om voedsel, om energie te verzamelen. Dieren die gaan voedsel tot zich nemen en dat intern verteren. Dierencellen hebben ook geen celwand. Schimmels daarentegen die gaan voedsel extern verkrijgen, buiten het lichaam, buiten de cellen. Schimmelcellen hebben ook een celwand. Dus er zijn wel een paar opvallende verschillen tussen die drie verschillende soorten groepen van organismen. Dus wanneer zijn de schimmels voor het eerst ontstaan? Dan moeten we even kijken naar de evolutieklok. Dus het leven op aarde is ongeveer 4 miljard jaar geleden ontstaan. In het begin was dat vooral prokaryoot leven, eenvoudige bacteriën. Het is eigenlijk pas in de laatste 1-2 miljard jaar dat de complexere organismen zijn ontstaan. De dieren, de eerste dieren vinden we terug ongeveer 800 miljoen jaar terug, gevolgd door de planten. En heel typisch is dat ook op figuren van tekstboeken, dat men die hier vergeten is. Schimmels en schimmelrijk, dat is echt wel topic organismen die relatief weinig bestudeerd worden en dus ondervertegenwoordigd zijn in wetenschappelijke studies. De schimmels zijn vooral belangrijk geworden op het moment dat ze samen met de planten het land zijn gaan koloniseren. En dat is gelijktijdig verlopen. Die twee hadden duidelijk elkaar nodig. We weten nu wanneer die schimmels ontstaan zijn. Waar we nu moeten naar kijken is van, vooraleer dat ik wat verder ga meer vertellen over de verschillende functies die schimmels uitoefenen in het ecosysteem, gaan we eens kijken naar de groeivormen, want dat is toch ook vrij belangrijk. Er zijn twee belangrijke groeivormen die we kennen. Dat is de gistvorm, die niet zo heel vaak voorkomt. Gisten, dat zijn eigenlijk schimmels die aangepast zijn aan een vloeibare omgeving. Liefst met redelijk wat suikers. Dus in de natuur vinden we gisten in nectarklieren, in overrijpe vruchten. Gisten kennen we ook omdat we ze gebruiken. De bakkers gebruiken gisten om brood, om deeg te laten rijzen. Diezelfde gist die gaat in bepaalde omstandigheden in vruchtensappen verantwoordelijk zijn voor fermentatieprocessen en levert ons eigenlijk alcoholrijke dranken, bier en wijn. Daar heb je gist voor nodig. Dat zijn dus eigenlijk echte schimmels. Typisch is dat die gisten kleine, losse cellen vormen die in een vloeistof kunnen bewegen. De tweede groeivorm die schimmels kunnen aannemen, dat is de hyfegroeivorm. En die is eigenlijk voor mijn verhaal nog wel veel belangrijker. De meeste schimmels vormen effectief hyfen. Wat zijn dat, hyfen? Dat zijn eigenlijk lange, draadvormige buisjes, cellen, die aan de top steeds verder kunnen groeien, dus nieuwe celdelingen ondergaan. En op die manier wordt zo'n draad langer. Die kan ook gaan vertakken. Die hyfen zijn relatief dun. Die kan je zo niet met het blote oog zien. Daar moet je een microscoop voor gebruiken. Verschillende hyfen, als er meerdere naast elkaar komen, dan ga je een mycelium vormen. En een mycelium dat kan eventueel wel zichtbaar worden met het blote oog. Als je in de bosbodem bladeren verwijdert, dan ga je daar in die bodem toch wel vaak een aantal mycelia kunnen herkennen, zoals hier op deze foto. Die typische hyfegroeivorm vinden we dus terug in een ander milieu dan de gisten. Gisten dat was in waterige omgevingen. Hyfen vinden we typisch in substraten, vaste substraten. Plantenmateriaal, hout, bodem. Dat is eigenlijk de omgeving waar dat schimmels zich thuis voelen, waar die hyfen kunnen doordringen tussen de poriën, de fijne poriën, met die fijne cellen, om een substraat te koloniseren, om daar voedsel te gaan verzamelen. In bepaalde omstandigheden zullen bepaalde soorten, wanneer het die hyfen aggregeren, dus samenklitten, aanleiding kunnen geven tot de vorming van vruchtlichamen, paddenstoelen. Paddenstoelen zijn dus onderdelen van een schimmel, van een mycelium. Het zijn voortplantingsstructuren waarin sporen gevormd worden. Sporen die dan met de wind bijvoorbeeld verspreid kunnen worden en die dan kunnen kiemen en waar dan een nieuwe individuen kunnen uit groeien. Als we kijken naar die kiemende sporen, dan zien we dat die hyfen in 2-3 dimensies gaan uitgroeien. Je ziet dat op een petrischaal, wanneer je daar in het midden van een petrischaal sporen aanbrengt, of een klein beetje vegetatief mycelium, dan gaat dat na verloop van tijd radiair groeien. Dat groeit in een cirkelvorm in feite. En je gaat langzaamaan het volledige substraat, de petriplaat, begroeien. Gaat daar de voedingsstoffen uit verzamelen. En de groei vindt vooral plaats aan de periferie. Aan die groeitips. In het centrum van de cultuur, van het mycelium, gaan de cellen verouderen en na verloop van tijd ook afsterven. Die radiaire groei vinden we ook terug bij de heksenkringen. Dat is iets wat je ongetwijfeld wel kent. Een kring van paddenstoelen in een bos of in een gazon, wel, dat is eigenlijk een groeiende ring van mycelium. Die is maanden, jaren daarvoor gestart met een kiemende sporen die het substraat, de bodem, koloniseert, steeds verder groeit. Dat kan jaren aan elkaar doorgaan. Er zijn schimmels die vierkante kilometers groot zijn, individuen. Dus zo spectaculair kan dat zijn. Het kan eeuwen duren, denk ik. Aan de periferie van dat mycelium, daar heb je dus het echte levende mycelium. Daar kunnen in bepaalde omstandigheden in de herfst die vruchtlichamen gevormd worden. En dan krijg je natuurlijk een heksenkring. Dus dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste groeivormen die schimmels kunnen aannemen. Dan is het nu stilaan tijd geworden om het te hebben over de belangrijke functies die schimmels aangenomen hebben in terrestrische, in landecosystemen. Dat zijn eigenlijk 2 heel belangrijke functies die die groep van organismen, die schimmels, vervullen. En de eerste is de saprofytische levenswijze. U weet, op het land is groen. Alles is groen bij ons, zeker in de zomer. Enorm veel plantenbiomassa. Dus de biomassa op aarde van planten is gigantisch, is veel groter dan van de dieren, om maar iets te zeggen. Dus er wordt ieder jaar heel veel biomassa geproduceerd. Het grootste gedeelte van die biomassa is eigenlijk cellulose. Waar vinden we die cellulose? Dat is het hoofdbestanddeel van plantencelwanden, samen met lignine. Die 2 componenten vormen eigenlijk de structuur van de celwand, vormen eigenlijk ook hout. Want hout, dat is bijna puur lignocellulose, lignine vermengd met cellulose. Maar natuurlijk, vroeg of laat sterft elke plant. Bomen sterven. En de hout komt op de bodem terecht. De hout moet natuurlijk gerecycleerd worden. Dat moet afgebroken worden, want de bouwstenen, eenvoudige bouwstenen waaruit biomoleculen gemaakt zijn, die moeten gerecupereerd kunnen worden. En dat is nu juist de functie die schimmels vooral uitvoeren. Er zijn geen andere organismen op aarde die zo efficiënt hout kunnen afbreken dan schimmels. We onderscheiden daarin nog 2 soorten van houtafbraak, of toch 2 belangrijke groepen van houtafbraak. En dat is wat we noemen witrot en bruinrot. Ik heb dat twee voorbeelden van mij dus. Dat is een stuk gezond hout van een kerselaar in onze tuin. Een kerselaar die oud en versleten was en ondertussen verdwenen. Dus dat hout van kerselaar, dat is een beetje roodbruin getint, mooi gevlamd hout. Die rode kleur, die donkerbruine kleur, typisch voor hout, is afkomstig van dat ligninepolymeer. Dat is maar een 10, 20, 30% maximum van het hout. De rest bestaat vooral uit cellulose. En cellulose is wit. Dit is van dezelfde boom, hetzelfde hout, alleen is dat een totaal andere kleur. Dat is heel vezelig nog altijd, maar het is helemaal verbleekt. Witrot. Hier zit dus een schimmel in, een fungus, die preferentieel eerst het lignine heeft afgebroken, waardoor het hout helemaal ontkleurd is en waardoor de vezelige structuur van de cellulose overblijft. En dat cellulose zal nu nog, als we dat tenminste in de natuur hadden gelaten, verder afgebroken worden en gaat ervoor zorgen dat van dat hout, na verloop van tijd, tientallen jaren weliswaar, dat daar eigenlijk niks meer van overblijft, dat de mineralen terug in circulatie zijn gekomen, opgelost zijn in het water. Witrot. Er bestaat nog een tweede vorm van houtafbraak en dat is bruinrot. En je ziet het onmiddellijk. Hier is het hout donkerbruin, blijft het donkerbruin gekleurd. Het is een ander mechanisme. Het lignine, dat bruine polymeer, wordt hier eigenlijk nauwelijks aangetast. Het wordt wat opgebroken, lichtjes geoxideerd. Maar de cellulose die ertussen zit, die wordt helemaal weggehaald en verteerd en dient als voedselbron voor die saprofytische schimmels. Dat noemen we bruinrot, gekarakteriseerd door wat meer kubusvormige structuren. En dat verpulvert eigenlijk ook vrij gemakkelijk. Dat bruine restproduct dat wordt niet echt meer verder afgebroken en dat wordt toegevoegd aan de humuslagen van de bodem. Dus dat zijn de twee verschillende soorten van rot, veroorzaakt door schimmels bij hout. Dat is eigenlijk de eerste functie die ik met u wilde bespreken. En dan kom ik nu tot een tweede functie die voorkomt bij schimmels. En dat is eigenlijk een functie die ongetwijfeld veel minder bekend is. Er is namelijk een heel grote groep van fungi die symbioses aangaat met planten. Opnieuw met planten. Ik heb dus straks gezegd dat planten en schimmels samen het land hebben veroverd. Zo'n 400-500 miljoen jaar terug. Wel, van in het begin was die symbiose aanwezig en essentieel om planten toe te laten het land te koloniseren. We noemen dat de mycorrhizaschimmels. Mycorrhizen, daar zit het woordje mycos in, schimmel, rhiza, wortel. Mycorrhizels zijn eigenlijk structuren van worteltjes, fijne absorptieworteltjes, die normaal instaan voor de absorptie van mineralen, van voedingsstoffen uit de bodem. Maar die worteltjes die hebben een relatief beperkte mogelijkheid om de bodem te exploiteren. Die wortels die geraken gekoloniseerd door een bepaalde groep van schimmels, die mycorrhizelschimmels. Die zijn zeer goed zichtbaar hier op deze foto van een jonge den. En op die worteltjes zie je witte bolletjes. En die witte bolletjes, dat zijn de echte mycorrhizawortels. Waar dat schimmels binnendringen in de wortel zelf van die plant. Vanuit die gemycorrhizeerde worteltips ontwikkelt zich een enorm uitgebreid mycelium. Al die witte draden die je ziet, is mycelium. In feite is de schimmel dus een verlengstuk van het wortelstelsel. Voedingsstoffen, mineralen in de bodem zijn schaars. Dat zijn weinig lage concentraties. En planten hebben eigenlijk altijd tekort. Vandaar dat we planten vaak bemesten, om dat probleem op te lossen. Wel, in de natuur gebeurt dat door dat verlengstuk waarover de meeste planten beschikken. En op die manier kunnen ze dus een groter bodemvolume exploiteren en veel mineralen opnemen uit de bodem. Dus dat was eigenlijk een beetje het verhaal dat ik u wilde brengen. Schimmels zijn zeer essentiële organismen om twee redenen. Ze zijn eigenlijk belangrijk voor planten in het algemeen, omdat ze moeten instaan voor de afbraak van het plantenmateriaal, vooral die lignocellulose, die toch heel moeilijk af te breken is. En anderzijds heb je dan nog een heel grote groep van mycorrhizaschimmels die, wanneer die nutriënten, die mineralen, vrijkomen bij de afbraak, die dan terug gaan capteren en op die manier jonge planten die opnieuw beginnen te groeien, voorzien van de nodige voedingsstoffen. Dus in feite zijn fungi een essentiële schakel in de circulaire economie van onze landecosystemen. Dank u.